ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 15 februari en ik zit nu in de auto want ik ga onderweg naar stage. Maar als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is dus wel wat later dan normaal omdat het vandaag eigenlijk code rood is. Maar nu zijn de wegen eigenlijk gewoon prima, dus ik dacht ik kan gewoon naar stage toe. Ik ben alleen dus een uur later. Vanavond moet ik koken, dus ik moet boodschappen doen. Ik moet een cadeautje nog kopen voor mijn mentor. Wat moest ik nog meer doen? Een house tour opnemen, want die moet morgen online. Dus ik moet ook nog een beetje opschieten. Maar ik ga dus nu eerst tot 3 uur naar stage toe. Hopen dat we niet buiten gaan spelen, want het is echt zo slecht weer. Het is echt niet normaal. Maar ja, dat eigenlijk. Dus jullie zien mij pas weer na stage. En dit is mijn ene laatste dag. Ik ben klaar met stage. En ik zit nu in de auto terug en ik ga onderweg ben ik nu even, ik ga nu bloemen halen hier zo. En daarna ga ik gelijk boodschappen doen, want vanavond moet ik koken. En daarna ga ik de huistour, moet ik ook nog opnemen. Dus het is wel echt nog best wel druk. Ik ben echt mega moe, want ik vind stage gewoon altijd best wel zwaar. Ik zie er ook niet uit, maar ja, dat maakt niet uit. Dus ik ga nu even snel die bloemen halen. Het is een parkeerschijf, of niet? Hoe laat is het? 4:10. Dus dat ga ik nu doen. Even bloemen halen. En dan ga ik verder. Oké, dit zijn de bloemen die ik heb gehaald. Voor mijn mentor. En dan heb ik voor die kinderen. Heb ik snoep. Deze, die neem ik dan voor de kinderen. Dan voor, oh dit moet ik vanavond leren, het liedje. Zo. En dan heb ik als avondeten, gaan we gewoon roerbak groente eten. Kip en gewoon groenten en ik heb dus ook nog een kaart voor mijn mentor en de bom. Oh ja, en chocopasta, die had ik ook nog gekocht. Oké, ik ga wok maken. Ik heb hier de rijst in zitten. Dit hebben we nodig en ik ga nu even de kipfilet snijden. De rijst is nu klaar en de kip is nu ook bijna klaar. Dan ga ik deze ga ik er dan bij doen en daarna gooi ik de rijst daar ook weer bij, zodat het allemaal bij elkaar. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het is heel erg vroeg, want ik moet om 8 uur op stage zijn. En ik heb net mijn haar gewassen, dus dat is nog helemaal nat. Ziet er niet uit. Normaal zou ik dit echt nooit doen, maar ik had gewoon geen tijd meer. Dus lekker met nat haar, terwijl het hartstikke koud is naar stage. Vandaag mijn laatste dag met de kleuters en mijn mentor. Want ik ga hier, volgende week heb ik vakantie, voorjaarsvakantie. En daarna ga ik beginnen op een nieuwe stage. Ook kleuters. Dus ik heb een tractatie mee en ik heb een bos bloemen voor mijn mentor. En ja, dan gaan we dus met de laatste dag beginnen. Voor de rest, vanmiddag moet ik dus werken. Dus het wordt wel allemaal een beetje chaotisch, maar ja, het is niet anders. Dus ik ben nu bijna naar stage en dan zien jullie mij na stage pas weer. Het is dinsdagmiddag en ik ben net terug van stage. Was echt heel erg leuk, mijn laatste dag. En ik heb dus... van die kinderen dit gekregen. En daarin hebben ze dus allemaal een eigen tekening gemaakt. Heel erg schattig. En ook nog chocola. En nou, ik zal het even laten zien wat ik nou allemaal heb gekregen. Deze. En ook nog Tony Chocoloni eitjes. Dus dat is heel erg lekker. En ik moet vanmiddag werken. Niet zo'n zin in. Helemaal niet zelfs, maar ja, het moet. En er is net een doos binnengekomen van Xenos, dus die ga ik zo openmaken. Oké, C is thuis. En oh, dat is voor morgen bedoel je? Ja. Oké, en we hebben het pakket van Xenos. Die gaan we even openmaken. Of wil je mij filmen dat ik het openmaak? Ja. Want ik ga het nu gewoon in de vlog doen, want de huistour is toch al online. Ja, 600 tassen. Nou, ik had toch nog wat dingen van stage gekregen hoor. Ja, leuk, dat boekje. Ja. Laat zo maar even zien. Ja, ligt boven. Wat heb je nog meer? Ja, die stoel en die kruk en wat heb je nog meer? Ik had wel een paar dingen. Ik had volgens mij alleen die lijsten toch uiteindelijk. Ze hebben ze gewoon echt ingevuld. Oké. Okay. Haal het er maar uit, plastic. Oké. Okay. Oeh, leuk. Maar het is wel... Wacht even, dit is niet handig. Heel leuk. Ja? Ja. Ja, je moet het wel, even zien... Nee. Ja, maar je moet het even zien staan. Maar ik dacht dat het heel groot is. Oké, okay, mijn dagkaart. Oh, hier zijn jouw lijsten. Oh, die hebben ze dan niet gezien. Ja. En dan die stoel. Ja, die moet je gewoon nog even door die poten eronder zetten. Ja. Waar had ik dat? Ik had dit.
Kijk. Oh ja, leuk. Ja, voor je sieraden toch? Ja, maar dit is een boekhouder. Nou, ik vind het leuk. Kan je zo je kettingjes en je ringen en zo. Oké, nou, ik ga dit wel in mijn kamer in elkaar zetten. Oké, ik ga die spulletjes van de Xenon straks in mijn kamer zetten, want ze zijn nu nog even bezig. Ja, dus we gaan nu even de posters er wel in doen. En de rest van de spulletjes, die ga ik straks even op mijn kamer zetten. Zullen we zo even kijken in onze kast of er nog in ligt? House hanging? Ja, lekker. Jan is even door stoel in elkaar aan het zetten. Nee, daarom, ik ben hier echt... Het is vandaag woensdag. Gisteren had ik dus stage en ik moest in de avond werken. En ik had gisteren een pakket binnengekregen van de Xenos wat ik zelf had besteld. En ik heb het neergezet in mijn kamer, dus ik zal het even laten zien. Het is namelijk dit krukje dat ik als een soort van nachtkastje wil gebruiken. En deze stoel, heel erg leuk. Zit ook heel erg lekker. En wat nog meer? Oh ja, ik had nog een... Nou, dit is dus eigenlijk voor je mokken. Een mokkenrekje heet dit. Ik wist niet dat het bestond. Maar ik ga hier dus mijn sieraden aanhangen. Want ik dacht, dat is wel heel erg leuk. Allemaal van de Xenos. En mijn lamp hangt dus. Die is ook van de Xenos. En die hangt dus nu ook. En hij heeft dus heel erg mooi van die lichtdingen. Dus daar ben ik echt super blij mee. Want ik wilde dat heel erg graag. En ik heb net al online les gehad. Ik ga nu weer naar beneden. Oh, maar op die camera is het ook altijd heel veel erger. Jij bevestigt altijd. Je mist wel je hoogtepunt uit je week. Want veel leuker dan dit gaat het niet worden, weet je. Ja, dat is ook zo. Oké, nou, ik ben samen met Lien en we hebben online les gehad. En we gaan nu... Nou, we wilden eigenlijk gewoon bij de supermarkt wat eten halen. Maar toen zei Lien opeens, ja, zullen we anders McDonald's halen? Ja, dat zei jij. Dus we gaan nu McDonald's halen. Dat was niet mijn idee, of zo. Nou, we staan eigenlijk al in de rij. Ik heb vanochtend mijn wenkbrauwen gedaan. Maar het is echt bizar lelijk. Oh, die man zag ik aan het vloggen was. Dat is onaardig. Oké, Lien en ik zijn net naar de Mackie geweest. Slecht, maar wel heel lekker. En ik ga even mijn oplader pakken. De leuningen zitten er nu ook. Dat was ook nog niet in de house tour. En ik moet ook nog even stofzuigen. Ga ik dat eerst doen? Welkom bij Homeschooling met Eline. Het is inmiddels woensdagavond. Ik heb me even omgekleed. Ik zal het even laten zien. Dit is wat ik aan heb. Auw, ik sta vol op die slipper. Oké, dit is wat ik aan heb. Ik pas eigenlijk wel goed nu bij mijn kamer. Maar ik ga nu naar beneden, want we hebben... Hoe heet het dat? We gaan zo eten. Volgens mij heb ik dus over een half uur online les. Ik moet even kijken. Ja, over 10 minuten. Oké, ik heb net online les gehad. En we hebben gegeten. Het is nu 9 uur. Dus avondklok, iedereen naar huis. Oh, die klok loopt verkeerd. En ik ben dus nu even Noorderhaar aan het stylen. Even timelapse. Zie je dat? Nee, het lijkt nu heel dik. Met... Ja, maar het lijkt op dat het zo'n zak is. Zo. Nou echt, ik ga het naar voren. Je haar zit nu tussen de bank. Nee, je ziet het niet. Het is vandaag donderdag. En ik heb vanochtend online les gehad. Ik heb hem nu even klaargemaakt. En ik zal even laten zien wat ik aan heb. Deze groene trui die ik dan vast heb gemaakt hier aan de onderkant. En gewoon een zwarte leren broek. En ik heb even mijn haar vast gedaan omdat het is een beetje vet. En ik wil het eigenlijk pas morgen wassen. Dus dat. En ik heb zo meteen weer online les. Ik heb eigenlijk de hele dag online les. Ik heb het super druk. Want ik had dus dan van 9:30 tot 10:30 les. En dan zo meteen van 11 tot, ik weet eigenlijk niet tot hoe laat, 12 uur. En dan weer om 2 uur. En ik ga vandaag naar huis. Ik ga thuis slapen. Want ik ga vanavond ook werken. Het kwam gewoon iets handiger uit. Dus ik maak heel even mijn bed op. Ik hoef daar niet meer naar te kijken. En ik ben echt zo blij nu met hoe mijn kamer eruit ziet. Ik vind het echt heel erg mooi. Oh ja, en ik ben de laatste aflevering van Temptation Island aan het kijken. En ja, ik ben wel een beetje verbaasd over dit seizoen. Hoe mensen het met elkaar goed maken en zo. Maar dat is mijn mening. Even een broodje met ei aan het maken. Ik heb echt trek, maar ik heb gewoon vanochtend ontbeten. Geen idee waar het aan ligt. En ik had dus bij de Xenos een stoel besteld. Die wilde ik net, ging ik erop zitten en toen vielen de schroeven eruit. En nu krijg ik ze er niet meer in. Dus even kijken wat daarmee aan de hand is. Het is vandaag vrijdag. Het is inmiddels 11 uur geweest. Ik rijd nu weer terug naar huis. Ik had vannacht dus bij mijn moeder geslapen.
Omdat ik gisteravond moest werken. En dan is het gewoon wat fijner omdat dat nog heel erg dicht bij mijn huis is. Ik rijd dus nu weer terug naar mijn eigen huis. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb nog wel een joggingpak aan. En ik ga zo meteen met Lien. Met Eline gaan we een pakketje ophalen bij de Action. Want we hadden click and collect gedaan. En volgens mij konden we dat om 11:15 ophalen als ik het goed zeg. Dus dat gaan we zo doen. En volgens mij is er ook een pakketje van Naked binnengekomen. Dus dat ga ik zo meteen ook lekker openmaken. Wat ik altijd een beetje stom vind is dat vaak in het weekend gebeuren de leuke dingen. En dat zit dan een beetje op het einde. Maar ja, dat is dan maar zo. In ieder geval de vorige week vlog heb ik ook vandaag geëdit. En hij is heel erg leuk geworden, vond ik, de vorige week vlog. Dus ik hoop dat jullie dat ook vinden. In ieder geval, ja, ik ga dus nu naar huis gaan. Lien en ik zijn naar de Action geweest. Unboxing. Nee. Nog meer kledinghangers. Maar ze zijn wel dun, dat is wel chill. Voor mij zijn nog dun. Nog meer kledinghangers. Ik heb die hele dikke, misschien moet ik die wegdoen. Nog meer kledinghangers. Dan. Theedoeken, nou die hadden we wel echt nodig, dus dat is fijn. Zeelevendse lelijkjes. Waren de enige die er waren, anders was het rood. Dit. Voor de deur. Bij jullie. Nee, bij mij. Oh, bij jou. Voor de petten. Nee, die gaat in mijn kast staan. Oh, ik dacht dat echt. Hou op! Ja, één voor mij en die ander is voor wie dan? Dat weten we nog niet. Oh, dat was nog, oké. De kaars in het formaat. Oh, ik vind deze niet heel chill. Wauw, echt genoeg. Kaarsen. Van hier tot in Tokio. Je had nog salmonella afstand. Oh ja, jouw deo was er ook niet. Nee, ik weet het. We hebben het nagevraagd. Een vlies. Een vaas. Nou, dat was het. Unboxing. En dan gaat het tas erbij. Ja, maar ik wil het even goed doen. En nu zie je ook al die flessen, zie je jou daar. Oké, ik heb een pakketje van Naked, maar ik ga het zo meteen even unboxen. Nu nog niet. Jawel. Oké, is goed. Dat is wel een goed idee. Oké, ik zit dus nu op mijn kamer. Oeh, leuk. C en Lien zijn hier ook. En ik ga ze het pakketje openmaken van Naked. Als je de kortingscode en zo wil zien, moet je even op mijn Instagram kijken. Een broek. Het is zo dom dat ik elke keer broeken bestel, want ik ben zo bang dat ze niet passen. Nou. Ik denk dat dit wel was. Had je ook nog die andere spijker besteld? Ja, die heb ik ook besteld. Welke dan? Oké, nou deze broek. En deze heb ik dus in een maat 38. Ja, deze pas ik. Ja, dat is echt een andere broek. Hoor. Ja. Ik dacht, jullie wat? Zo, dan kan je kijken of je een broek past. Zo, als hij precies zo, dan weet je dat hij past. Anders past hij niet. Kijk maar, om je nek. Oké, en ook nog een nieuwe spijkerbroek. Maar hij lijkt wel een beetje op die Zara broek die iedereen al heeft. Namelijk deze blauwe broek. En dan op de knie heeft hij van die gaten. En dan loopt hij wijd uit. Maar wat dus heel chill is, als dit de onderkant is, kan ik hem ook nog zelf bijknippen als hij te lang is. Dus dat is de broek. Deze heb ik ook in maat 38. Heel blij mee. En ik heb dus ook nog een blouse. Dat is niet iets wat ik snel zou kiezen, maar hij ziet er wel heel leuk uit. Oh, hij is wel leuk. Deze satijnen beige blouse. Deze heb ik in een maatje 36. Hij voelt heel... Moet je kijken. Echt goede kwaliteit. Moet je kijken hoe het voelen. Voelen bedoel ik. En die pas je dan weer wel in de maat 36? Nou ja, dit bovenkant heb ik soms ook al gewoon XS, maar... Ja, maar dat heb ik ook. Zo. Dus dat is deze. Nou, ik ga even de broeken passen. Dit is de... Ene broek. Hij zit heel erg lekker. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ook heel erg leuk voor stage bijvoorbeeld. En dit is de spijkerbroek. Hij lijkt heel erg op die Zara broek. Hij zit precies goed qua lengte. Dus ik hoef hem niet te laten inkorten. Wat heel erg fijn is. Dus dat is deze. En die blouse doe ik deze week wel eventjes aan. En dan laat ik die wel even zien. Want ik heb er nu niet zo heel veel zin in om die aan te doen. Oké, het is inmiddels middag. Eva die is onderweg hier naartoe. Die kan er echt elk moment zijn. En ik heb die nieuwe broek van Naked aan. En een wit blouseje. En C en ik hebben net even hier de hele tijd op bed gechilled. We hebben heel veel kleding besteld. En we hebben eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Gelachen om mijn online lessen. Ja, ik ben het gelezen. Het is goed. Dus, maar het was wel heel leuk. En nu gaat C even een koffietje drinken. En ik ga zo meteen even een rondje lopen. Waarschijnlijk als Eva dat ook wil. Mijn kettingen zitten helemaal in de war. Moet JP nog water geven? Nee, dat is grappig. Ik moet even mijn telefoon bij me houden. En de deuren zijn vandaag geverfd. We hebben dus nu deuren. En ze waren nog niet helemaal wit. Dus die zijn nu wit. En we hebben hier nu ook een plankje voor sleutels en zo. Oké, Eva is hier en ze heeft mooie bloemen mee. Met een leuke pauwenveer.
Oké, okay, zou ik ze wel in het water zetten? Ja, oké. Okay. Laat je gewoon weer de auto. Gastik. Ja, ik weet wel wat je wil zeggen. Oké, okay, even en ik lopen even in. Hoe noem je dit? De winkelstraat eigenlijk. Maar alles is dicht. Oude winkelstraat van vorig. Oh ja. Oh, weet niet meer. Ik vind die trui wel echt heel leuk. Maar ik heb het koud. Vannacht. Ik heb helemaal niet de taco's gefilmd. Wat stom. Oké, okay, we zitten ik nu in de auto. Zolang ik hier ben, zal jij er nog zijn. Ik ga, we gaan de Mackie halen. Ik pak niemand ons meer af. De ene kant hoort de muziek niet goed. Echt lekker, ja. Ik had er ook echt zin in. We zitten ook straks gewoon nog aan sporten waarschijnlijk. Echt? Hij sport, hè? Van thuis. Oh mijn god. Wat goed. Healthy bitch. Ja. Nou, ik zou dat dus echt niet kunnen. Ik kan dat niet thuis. Het is vandaag zaterdag. Het is nog heel vroeg. Deze bloemen heb ik dus gisteren van Eve gekregen. Heel erg lief. Alleen ze zijn dus een beetje uit elkaar omdat ik dat elastiekje eruit heb gehaald. En Noor en ik gaan dus nu kleuren in ons kleurboek. Zin in. Zag je dat niet op die snap? Druk ik zag alleen dat hij omgevallen was. Nee, ik deed zo. Oh, even kleuren te doen. Ja, oké, okay, deze is af. Een uur bezig geweest en het is klaar. Het is vandaag zaterdag. Ik heb net mijn haar gekruld en me klaargemaakt. Volgens mij is hij niet scherp. Nu wel. Vanochtend heb ik met Noor even gekleurd. Of getekend, hoe noem je dat? In zo'n volwassenen kleurboek. Was wel heel erg leuk. Ik ga zo Amber ophalen. Mijn kamer is echt bijna af. Heel erg chill. En ik ga zo dus Amber ophalen. En dan gaan we samen even lunchen, foto's maken. Of ja, ik weet eigenlijk niet precies wat we allemaal gaan doen. Ze heeft mijn huisje nog niet gezien. Dus dat komt ze ook even kijken. Dus dat eigenlijk. Ik heb mijn make-up gedaan. Iets te heftig, maar ja. Maakt niet uit. Ik dacht, ik maak vandaag gelijk even een foto in deze naked broek. En daarop heb ik een topje van de Zara. Dus ik dacht, dit is wel een leuke outfit. En ik heb mijn haar even gekruld, want het is echt heel dood. En zo zie je iets minder dat het heel dood is. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Heel leuk, zo met die... Die bloemen erbij. Helemaal gezellig. Verwacht dat... Oké, dit heb ik van Am gekregen, heel erg lief. Ik heb het best wel snel, nou eigenlijk niet heel snel op. Ik ga deze even daar zetten. Ik twijfel of ik hem hier zet of in mijn kamer. Want we hebben wel ook al deze hier. Moet ik even kijken. Gewoon eindelijk die zonnebril een keer op. Oké, nou ik ben met Am. We zijn op het strand, een beetje overdressed. Jij? Nee. Ik kan echt niet. En we gaan even een rondje maken. Oké, Am en ik zijn op het strand. En het is zo warm. We zitten hier gewoon zonder jas. Zitten we hier gewoon. Vorige week zaten we nog in de sneeuw. En nu zijn we lekker foto's aan het maken. Ja. We zijn wel echt goed gelukt. Ja, ik zit even leuk te filmen. We zitten zo bij de zee. En we gaan zo meteen eventjes. Wat gaan we eigenlijk doen? Niks. Van de zon genieten. Ik ga ja, Lien, ik ga het hier even openmaken. Oké, ik heb een pakketje van Loki's. Ga ik even openmaken. Ik vind die tas hier ook heel leuk. Die was echt 10 euro van Shein. Echt? Ja, gewoon om de kleur, laat maar zeggen. Dat je hem bij je outfit kan doen. Je moet alleen je hand niet wat meer opstaan. Oké, ik ga hem even openmaken. Ik hoop dat alles past. Als eerst... De unboxings zijn wel iedere keer in mijn kamer. Is dat erg? Nee. Oh, oké. Deze Jones broek. Voelen? Oeh, lekker. Zacht, heel zacht. Ja, heel zacht van binnen. En een maat S heb ik hem genomen. Deze is 30 euro. Ja. Leuk. Deze en dan daarbij die top. Oh, heel chill. Die erbij hoort. Maar ik dacht, ik ga maar niet een XS nemen. Straks is het dan. Oh, dit is zo'n crop trui. Oh, leuk. En deze in een S. Is deze normaal? 35 euro. Bizar weer wel hoor. Ja, voor zo'n heel pak dan gelijk 65 euro. Ja. Maar hij is wel heel zacht. Deze vind ik echt heel leuk. Ja, heel leuk. Deze trui. Deze heb ik in een XS. Daar ben ik wel blij mee. Oh, ziet er helemaal niet uit als XS. Ja, XS. Deze trui. Kijk hoe leuk. Oh, fantastisch. Niet sarcastisch. Heel leuk. En... Lekker. Te laat. Oh, is dit zo'n leuke? Zo met zo'n achterkant. Ja, die ga ik nu juist heel lekker zien. Kijk deze. Heel leuk. Maar deze... Leuk.
Leuk. Deze heb ik ook in de maat XS. Heel leuk. We hebben eten besteld. Het kan ieder moment hier zijn. Zo. Het zou om 6:30 komen. Het is nu 6:50. Waarom lachen jullie? We hebben dus huisavond. Ze hebben eten besteld. Oh ja, Norm moest opeens werken. Maar waar is deze voor? En ja, ja. Mag ik hem filmen? Ik denk dat het wel meevalt bijna. Nee, deze is van mij, ja. Oh, het ziet er wel heel lekker uit. Het is vandaag zondag. Ik heb me net klaargemaakt. Ik moest vanochtend werken en in de middag. Dus het is nu al echt 5:00 geweest. En ik heb even lekker gedoucht. Bij onze schoonmaaktaakjes gedaan. En het is weer helemaal lekker schoon hier zo. Zo meteen ga ik Vos en Floor ophalen. En we gaan gezellig met z'n drietjes eten en wat drinken. Dus ik ga even nu de tafel alvast dekken. Zodat we dat straks kunnen doen. Omdat Vos moet eerst nog werken. Dus dan is het handig alvast de tafel even gedekt is. Dus dat ga ik nu doen. Mijn haar is lekker zacht in ieder geval. Heel erg fijn. En ik ga ze zo even ophalen. En dan blijven ze vanavond lekker bij mij slapen. Oké, ik heb... En doe die lamp aan. Ja, Vos en Floor opgehaald. En we zijn pannenkoeken aan het maken. Nou, eigenlijk zijn Vos en Floor dat aan het doen. Heel goed. Nou, en die mag ik allemaal weer opknappen. Hey. Ik film het. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe vlog. Ja, doe nog eens. Oké. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. Doeg. Doei lieve kijkers. Love you.